Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En vandaag heb ik weer een heel rustig dagje op school natuurlijk, want ik heb maar 5 uurtjes les en daarna ga ik natuurlijk opnemen. Ik hoop wel 1 ding en dat is dat het een beetje lekker weer blijft vandaag, want het is maart vandaag, het is woensdag bij mij als je deze video ziet. En ik hoop niet dat het gaat regenen, want gisteren moest ik in de regen terug naar huis rijden. Dat is fucking, maar dat is fucking kut. Ik ga nu eens even douchen, daarna mijn tas in pakken. En dan denk ik naar school, want dan is het wel weer tijd om naar school te gaan. Gaan we weer onderweg naar school? Het is nu 7:55. We gaan naar school rijden, dus zie je me straks weer. Zo, ik ben er heerlijk uit. Dus we gaan op dit moment even naar huis fietsen. En dan komt Luna straks naar me toe. Dus jullie zo meteen wel verschijnen. Oké, Luna kwam dus niet omdat ze nog wat dingetjes moest doen. Dus daar gaan we volgende keer wel mee een video opnemen. Dus geniet verder van de vlog. Zo, ik ben lekker thuis op dit moment, dus ik ga eventjes genieten van YouTube, even wat video's kijken en dan ga ik dadelijk weer even wat gamevideo's opnemen, want ik ben van plan iets met mijn kanaal te doen, wat best wel leuk voor jullie is. Dus elke dag een vlog uploaden om 3 uur en om 7 uur s'avonds een gamevideo, zoals Black Ops 3 of iets anders. Dus laat even weten of dat misschien goed is. I don't know, daar ga ik dan misschien nog maandag mee beginnen. Ik weet nog niet zeker, dus laat het eventjes weten en wie weet doe ik dat dus. Zaterdag, deze video die jullie zien is zondag online gekomen. Dus laat het weten of ik dat moet doen. Of ik anders 3 keer per week vlog. En 4 gamevideo's upload. Maar ik vind het heel erg leuk om dus te vloggen voor jullie. Ik heb daarom ook deze camera gekocht natuurlijk. En om de challenges te doen. Zoals met Dilano, Luna bijvoorbeeld. Met nog andere mensen die in de vlog kunnen komen. Of in zo'n challenge. Dus laat even in de comments weten. Ik ga eventjes YouTube kijken en dan ga ik straks eventjes gamevideo's voor jullie opnemen. Want mocht het wel zo zijn dat ik alvast gamevideo's heb. Dus dat is ongeveer een beetje mijn doel voor jullie. Ik ben op dit moment even aan het wachten tot 4 uur. Want Dilano is om 4 uur eten en we gaan straks even samen naar de Mac avondeten. Maar jongens, we hebben gewoon in... hoe lang staat de video nu online? Hij staat vlog van maandag die woensdag online is gekomen. Dus staat op dit moment 54 minuten online en we hebben al 65 likes en 278 weergaven. Super snel, dus het record aantal likes in een uur op dit moment op mijn kanaal. Even een dikke shout-out naar jullie. Ik ga natuurlijk proberen elke dag te vloggen en nog eens een gamevideo te uploaden. Maar ik weet niet of ik dat volhoud. Hou ik dat nou niet vol? Dan komen er 3 vlogs per week online en 4 gamevideo's natuurlijk. Dus dat gaan we natuurlijk uitchecken. Ik ga eventjes wachten op Dilano en dan gaan we straks heerlijk naar de McDonald's. Oké, ik en Dilano wou dus naar de Mac gaan. Maar ik zat dus achter mijn pc wat te regelen en ik had niet door dat het regende. Kijk eventjes jongens. Ja man, het is echt grappig. Oh my god, hoe... Hey, ik denk dat je nog nat droger bent als je onder de douche gaat, jongen, met je kleren. Ja man, dat is echt niet normaal. Oké, wij gaan het even fixen vervolgens. Hé, hey, hij is weer een soort van droog. Ik heb hem even een nieuwe broek gegund. Shirt had hij nog aangehouden. En zijn jas daar ergens aan droog getreurd. Helemaal para hier zo. Maar wij gaan daar lekker naar de Mac. Hé, hey, wist je al dat de Mac grotere frietzuikbakjes heeft gekregen? Ja man. Het zijn echt koudvogels. Edgy de manji. En ik wou net al naar de Mac gaan omdat het droog was. Maar deze gozer hier, die wou nog niet. En kijk, waar zit die kutgordijn? Het regent weer. Ja, het is heel moeilijk te zien. Wacht, even inzoomen. Kijk, je ziet het water inslaan daar zo. Wij gaan dadelijk eventjes wachten. Hier shout-out naar de pas reclame van Grand Italië. Of Italia. Wij gaan nog even wachten. Nou, we zijn dus op dit moment de regen door aan het lopen met Dilano. Edgy, eh. We lopen nu naar de McDonald's. En we gaan daar eten. Wat normaal is bij de McDonald's natuurlijk. Maar het is echt hard aan het regen. We gaan zitten voor de wifi. Hè? We gaan zitten daar voor de wifi, niet om te eten. Ik heb unlimited 4G, jongen. Unlimited. Hey, ik sta weer in een plas. Ik heb nu al 3 keer in de plas gestaan. Van de basisschool. Hey, wat Tamar. Hallo. Spank. Onbeschouwing kill. Ik zou niet pikken, Tamar, als je deze vlog kijkt. Je bent een squank. Edgy. Morgen lekker 2 uurtjes les, maar. Kip kerry pikant. Kip kerry pikant is B. Bruh. Je hoort de regen misschien wel op de paraplu tikken. Maar wij gaan even doorlopen. Gaan we even naar mijn os. Dat moment dat de McDonald's de sausbakjes groter heeft gemaakt. Ja, echt, dat is gewoon hemos. Heerlijk met Dilano. Hey, eet smakelijk, boys. De wc's bij McDonald's, wie like? Zo, schrik me tegen! Net heerlijk bij de McDonald's gegeten. Echt gescheten. En hij moest naar het echt scheiden als het tyfus. Mooi.
En we zijn nu onderweg naar huis. Althans, ik ben onderweg naar huis, want hij woont echt nog 2 minuten lopen. Dan moet ik even AK gaan maken. Want ik heb wel een soort van overhoring. Ik heb ook... Gewoon van een vraag van het werkboek. Maar het telt niet mee ofzo. Ik heb topo. Maar jij hebt topo? Ja, man. Ik heb 3,3 voor Frans gehaald. Ik heb 3,8 voor wiskunde. Ik heb geen wiskunde meer, maar... Ik ben bezig. Ik heb nog steeds mijn blauwe paraplu bij me. Dus, lekker boeiend ook. Hè? Lekker boeiend ook. Ja, maar we moesten toch net in de regen terug naar huis lopen. Gefeliciteerd, hè? Hè? Gefeliciteerd, gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, hè? Nee, maar hey, het is ongeveer nog een beetje licht. Dus als ik thuis ben, is het een beetje donker. Maar ik moet, hoe laat is het eigenlijk? 5, 6 uur geweest. Half zeven. Vol. Ja, jij scheidt echt lang. Tuurlijk niet. Nee, we gaan even snel naar huis lopen. En shout-out naar de wc bij de McDonald's. Nou, ik ben dus ook weer thuis. Ik ga op dit moment eventjes iets achter mijn pc doen. En daarna Frans en alles kunnen maken. En dan even douchen en dan nog even de avond chillen. Want ik begin morgen weer het 4 uur lekker. Ik weet niet wat er deze week met mijn school aan de hand is. Echt niet. Kijk, ik heb dus juist eventjes een planningje gemaakt voor mijn video's. Je ziet hier even TweeDeck openstaan. Maar wat ik dus nu ga doen, is even die bak die jullie daar zien waar mijn schoolspullen in staan, even opruimen. Want dat ding is echt een fucking, maar ook echt een... fucking pijn op. Ik zal het even laten zien aan jullie. Kijk, als we mijn tas weghalen. Hier heb ik altijd al mijn boeken ingepleurd. Dus die ga ik nu even mooi ordenen. En dan ga ik deze video editen natuurlijk, althans deze vlog. Om hem zondag online te kunnen gooien voor jullie. Dus vergeet u niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Ik ga even die bak schoonmaken en opruimen. Zo, ik ben klaar met mijn huiswerk maken. Ik heb ook gelijk even de kist opgeruimd. Nou, dat ziet er toch ook wel weer gelijk een stukje beter uit dan hiervoor natuurlijk. Nu kan ik tenminste zien welke lesboeken ik hier heb. En daar mijn werkboek en hier staat mijn scheikundemap. Dus dat is nu een stuk overzichtelijker. Hier prop ik dan altijd gewoon mijn tas bij. En die hangt daar overheen. Waardoor mijn deur ook weer lekker dicht kan. Ik heb dat dus gedaan. Ik ga nu douchen, dus ik bedank jullie voor het kijken in deze vlog. Laat je blauwe duimpje omhoog achterhouden. Natuurlijk enorm. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video. Jongens, doei!